Goedenavond, beste kijker. Nou, zoals jullie in de vorige video hebben kunnen zien, kon ik mijn camper weer verplaatsen en ik kon heel goed remmen. Dat was ook heel erg belangrijk. En ik heb mijn camper dus verplaatst hier langs het spoor. Er komt nou toevallig ook een trein voorbij. Een goederentrein. Wacht heel even tot hij voorbij is. Dat moest ik heel even doorspoelen, want het was een hele lange trein. Maar maakt niet uit. Ik sta dus langs het spoor. En nee, ik blijf hier natuurlijk niet staan vanavond. Nee, over, nou zal het zijn, ongeveer een half uurtje komt Thijs op station aan, mijn vriend. En ik ben over ongeveer anderhalf uur jarig. En we gaan samen mijn verjaardag inluiden. Daarvoor gaan we naar een mooi plekje, een natuurgebied opzoeken. Er komt nog een trein voorbij. Lekker rustig hier. We gaan een natuurgebied opzoeken. Maar daar ga ik jullie morgen meer van laten zien. Het is een hele donkere plek. Je ziet ook bijna niets. Dus dat moet ik morgen laten zien. Dus dan maar naar binnen. Ja. Nog een paar minuten en dan ben ik jarig. 31. Wat een leeftijd. Nog 2 minuten om precies te zijn. Nog 2 minuten. 2 minuten. Oh, er is geen weg meer terug. Maar ja, we laten het maar gebeuren. Ja. Het is zover. 31. Jee. Wat klink je lekker enthousiast? Ja, jij klonk ook niet enthousiast. Maar. Nee, maar ik ben ook niet enthousiast. Maakt niet uit. Maar ik ben jarig, dus ik heb een soort van gebakje gehaald. Hij was bruin, maar het is geen bossenbol. Klopt. Ik heb alleen de kleur verteld. En je had bossenbol uitgesloten. Maar hij is bruin, want er zit wel chocola in, op, onder. Zoiets. Matthijs weet het ook nog niet. Je ziet hem ook een beetje slecht met de verlichting. Maar het zijn chocolade muffins. Oeh, lekker. Dat dacht ik. En ze waren in de bonus, dus dan zijn ze extra lekker. Twee keer zo goed. Ja, dat dacht ik. Dus die gaan we lekker eten. En ja, dan was het dat eigenlijk. En slapen, want ik ben eigenlijk best wel moe. Het is inmiddels ook 12:30 of zo. Dus zo het bed. Yes. Na een lange werkdag ben ik klaar mee. Joehoe. Nou, het is de volgende ochtend. Goedemorgen. Het is, goedemorgen, ja. Het is best lekker weer. Wel een klein beetje bewolkt, maar het zal misschien nog wel opentrekken. Inmiddels hebben meer mensen deze mooie parkeerplaats ontdekt. Allemaal mensen met hondjes en zo. Maar we hebben hier heerlijk rustig geslapen eigenlijk. Ja. Het was een lekker fijn nachtje. Geen auto's gehoord of iets. Nee, terwijl je wel een doorgaande weg zit. Maar ja, op, wat is het, woensdag, dinsdag of woensdagnacht. Is nooit zo druk natuurlijk. We zijn bij de Campina, een heel groot natuurgebied hier in Brabant. Er zijn er eigenlijk twee hele grote, dus de Loons en Drunense Duinen en de Campina. En Loons en Drunense Duinen is best wel veel hetzelfde. Het is allemaal
duinzand eigenlijk, grotendeels. En de Campina is een heel gevarieerd natuurgebied. Ja. Bos, veen, heide, soort steppen vind je zelfs hier. We komen langs een riviertje. Want we gaan een route lopen. Daarachter staan pijlen ergens. Ik kan het niet echt aanwijzen. We gaan de rode pijlen volgen. Oude abonnees weten dat ik niet heel erg goed ben in pijltjes volgen. Dus jij moet het er goed in de gaten houden. Het moet goed komen. De route is 8,6 kilometer. Ja. Dus we gaan lekker wandelen. Er staan 3 uur voor, ongeveer. Ja. En we komen een uitkijktoren tegen. Dus dat is altijd leuk. Iets om naar uit te kijken. En Campina is onderdeel van het Groene Woud. En hier zie je allemaal wandelroutes opstaan. En we vertrekken vanaf daar. Ik heb ook mijn rugzak meegenomen, zodat we lekker kunnen lunchen. En we hadden eigenlijk een picknickkleed meegenomen, om ergens lekker te gaan zitten. Maar toen kwamen we een mooi tafeltje tegen. Ja. Dus, lekker wat eten. Bultjes in mijn oksel. Zo, de buikjes zijn weer gevuld. We kunnen weer verder wandelen. Verder rollen. Verder rollen. Hier zie je nog wel een oude boerderij. Hoeve Balsvoort heette het. Is in 1986 ergens afgebroken volgens mij. En ze hebben nou de fundering teruggebouwd. En in de muren zie je een soort holletjes. Daar kunnen muizen en metselbijen leven. Dus dat is wel weer mooi. De geschiedenis is iets minder mooi. Maar dat zijn oude oorlogsverhalen. Daar gaan we het nou niet over hebben. We gaan verder wandelen.
daar zijn we bij het hoogste punt van de route. Het punt waar we naar uitgekeken hebben. De uitkijktoren. Ik moet nog even naar boven klimmen. Ja. Zo. Kan je nog lopen? Nou, je wordt een beetje duizelig van. We zijn bovenaan aangekomen. Een mooie uitzicht. Ik zal iets minder hard draaien. Het is een heel raar uitzicht, want het is super afwisselend zoals je hebt kunnen zien. Het is echt een soort steppengras, bos, asfalt. We hebben een mooi riviertje gezien. Een heel bijzonder natuurgebied. En het is een heel eind einde van de dag. Dus we gaan hier afsluiten. Bedankt weer voor het kijken naar deze video. Ik ga mijn verjaardag afsluiten bij mijn ouders. Samen met Thijs uiteraard. Yes. En zie ik jullie graag de volgende keer weer terug. Vergeet niet te abonneren. En op het belletje te drukken. Want dan blijf je op de hoogte van al mijn nieuwe video's. En... duimpje is altijd leuk, reactie is altijd leuk. Laat het maar weten. Tot de volgende. Doei doei. Joe. Yo gast, wat ben je nou aan het doen? Ja. Nou, ik wil gewoon dat ze de video liken. En jij denkt dat dat werkt op deze manier? Ja. Sodemieter toch op, man.